Daily Minutes nummer 1441 met een uitzending voor vandaag 16 oktober 2018. Dat is het bulletin van dinsdag. Excuus dat ik gisteren te laat was. Ik was de hele middag onderweg in de zon. Ja, dan val je in slaap als je thuis bent, hè. Ik heb een katje opgehaald van 10 weken oud en die zit hier nu op mijn schoot. Me ernstig af te leiden bij deze opnames. Vandaag geen data, ik heb een beetje weinig tijd. Maar wel een deel over zelfbouw en het vervolg, een vervolg uit de serie over de Duitse krimi. Maar we beginnen vandaag met het geslaagde contact vanmiddag tussen het Sint-Josef College in het Belgische Turnhout en het International Space Station. ON3JVB was samen met meerdere amateurs uit de regio daar verantwoordelijk voor het amateurstation. Jurgen heeft onder andere veel werk verzet aan de richtantennes om het ISS te volgen. Voor mij als buitenstaande gezien, en hoe kun je dat anders bekijken, verliep alles fantastisch. Alle leerlingen die vragen mochten stellen kregen een antwoord. Kortom, proficiat amateurs van ON4NOK met jullie geslaagde actie. Ik heb het al vaker gezegd, het is erg leuk om naar het ISS te luisteren tijdens dit soort contacten, maar het is vooral ook erg eenvoudig. Ernst, PA1EJO, stond met zijn portofoon op een simpele portofoonantenne in de tuin. Het signaal van het ISS kwam daarbij op de ID51S9 Plus binnen. Dat klonk dus zo. We should fly to space, then something could always happen, and we have a risk that we cannot come back. That is, I think, for me, okay. But if somebody told me you're not allowed to come back right from the beginning, I would not go. Over. Volgt nu deel 16 uit de serie over zelfbouw. Dit is deel 16 van de serie over zelfbouw. In deel 15 ging het over desoldeertechnieken, technieken om componenten los te maken uit een al gesoldeerde print. Vandaag gaan we in op iets dat door de ene zelfbouwer serieus wordt genomen en door de ander soms weer niet. Het voorkomen dat halfgeleiders door statische ontladingen defect gaan of beschadigd raken. De eerste onderdelen die in CMOS-techniek beschikbaar kwamen waren uiterst gevoelig voor statische elektriciteit. Eerdere onderdelen waren dat ook wel, maar omdat de gevolgen zich bij die onderdelen vaak pas later lieten zien, werd het probleem in die tijd grotendeels veronachtzaamd, in elk geval bij de zelfbouwers. Dat die eerdere onderdelen hiervoor minder gevoelig waren, komt doordat transistoren uiterst laagohmig zijn. Daardoor kunnen de hoge spanningen snel weglopen en omdat statische elektriciteit vooral uit een hoge spanning en een uiterst kleine stroom bestaat, is een elektrische ontlading bij zo'n lage impedantie snel verdwenen. CMOS-techniek echter heeft in een aantal gevallen met name een heel hoge ingangsimpedantie. Dat hebben buizen overigens ook, maar die kunnen wel tegen een stootje zoals we eerder al zagen. Bij een te hoge spanning raak je die niet zo snel defect. Dat is bij transistoren wel zo. Boven een bepaalde spanning of een bepaalde temperatuur raakt de structuur van een transistor ontregeld en dat is permanent en ze kunnen daardoor degraderen of stuk gaan. Met name de ingang en in de buurt daarvan is het materiaal extreem dun en dan raken de dingen snel defect. De eerste MOSFETs, zoals de Dual Gate MOSFET 40673 die ik in deze serie al eerder noemde, was extreem gevoelig. Of waren extreem gevoelig. Even bij het inbouwen niet oppassen en je kon een ander exemplaar gaan gebruiken. De 40673 werd geleverd met een draadje tussen de pootjes dat je los kon trekken als het onderdeel eenmaal in de schakeling gemonteerd was. Eenmaal in een schakeling gemonteerd is het risico van dergelijke beschadiging veel kleiner, omdat er bijvoorbeeld instelweerstanden aan de ingang gemonteerd zijn. Ook digitale CMOS-IC's die de TTL-chips in de traditionele transistortechniek opvolgden, waren uiterst gevoelig. In de amateurwereld is de Yaesu FT227R, ook bekend als de Memorizer, omdat het apparaat als eerste over enkele digitale geheugens beschikte, een bekend voorbeeld hiervan. Bij de FT227 zit er zo'n CMOS-chip op de plek waar de PTT-schakelaar van de microfoon aangesloten wordt. Als je met de soldeerbout dat contact aanraakte, soms was het zelfs genoeg om er alleen in de buurt te komen, dan lag het betreffende IC er door de statische elektriciteit of door de inductiebron van de soldeerbout al uit. Het IC was niet duur, maar het is toch het nodige en eigenlijk onnodige werk om hem te vervangen. Omdat het ook bij de fabrikage toch wel een probleem was, werden latere IC's in CMOS-techniek en MOSFETs van een vorm van buffering voorzien, waardoor ze heel veel beter tegen statische elektriciteit kunnen. In eerste instantie werd vaak gedacht dat ze net als de eerdere transistoren er zo goed als onkwetsbaar voor waren, maar na onderzoek werd duidelijk dat statische elektriciteit wel degelijk beschadigingen veroorzaakt op het substraat van zo'n component. Die beschadigingen waren onder de elektronenmicroscoop te zien en het gevolg was dat de kans dat het component uitviel sterk toenam als er dit soort beschadigingen waren. Ook bij halfgeleide componenten waarvan eerder gedacht werd dat het dus geen kwaad kon.
Je moet dus iets ondernemen om bij zelfbouw te voorkomen dat componenten of zelfs hele schakelingen veel te vroeg kapot gaan. In deel 17 ga ik verder in op maatregelen die je tegen je eigenlijk altijd zou moeten nemen. Deel 7 van de serie over de Duitse Krimi is een beetje een bijzondere aflevering in die zin dat deze niet door mijzelf geschreven is, maar door Hans Knot. In juni 1976 werd bekend dat een oud TROS-idee uit 1973 om een speciale aflevering van de Duitse televisieserie Tator te maken rond het Remmeiland werkelijkheid zou gaan worden. Eind van die maand begonnen namelijk de opname op het voormalige Rem-platform in een co-productie van de TROS en de NDR. Gepland was een aflevering van 90 minuten. Daarin speelden aan Nederlandse zijde onder meer Pieter Lutz als politieofficier, Pieter Groenier als een kapitein van de kustwachtbewakingseenheid, Maxim Hamel als majoor van de luchtmacht en John Leddy als luchtmachtsergeant. Het plan van plaatsvervangend hoofddrama van de TROS om Rijk de Gooier de hoofdrol te laten spelen van de Nederlandse ex-luchtmachtpiloot die aan lage wal was geraakt en een bankroof pleegde en vervolgens via allerlei omwegen naar het Rem-eiland vluchtte, dat ging niet door gezien Moren de mensen van de NDR niet kon overtuigen van de Gooiers acteertalenten. Ze zochten meer een Steve McQueen-achtig figuur dat men echter ook in Duitsland niet kon vinden. Daarom werd er een Britse acteur ingehuurd die geen woord Duits of Nederlands kende. Brian O'Shaughnessy werd de hoofdrolspeler, maar zijn rol werd qua audio nagesynchroniseerd door de Nederlander Peter Kuipers, die al jaren in West-Duitsland woonde. Trimmel und die Tulpendiebe werd een paar maal op de Nederlandse televisie uitgezonden en is voor de Remvolgers een collectors item. Al even haalde ik 1973 aan als het jaar dat het idee tot een aflevering van Tatort was ontstaan. Gerald Wijnstra en Bernard Ubbing van de TROS probeerden de NDR-leiding in dat jaar al te interesseren voor het gedeeltelijk draaien van een aflevering op het voormalige Rem-platform. Het was echter de directie van Rijkswaterstaat die even daarvoor het platform had gekocht die roet in het eten gooide. Het eiland dat vele jaren niet in onderhoud was geweest had net een gigantische opknapbeurt en verfbeurt gehad en de nieuwe eigenaar zag het filmen daarom niet zitten. Het idee werd 2 jaar later weer opgepakt toen de leiding van de TROS, opvolger van de Rem, met plannen voor de viering van het 10-jarig bestaan als omroep rondliep. Er werd door Moren een vervangend draaiboek geschreven die naar de regie van Duitser Friedhelm Werremeyer zou worden gedraaid. Andermaal kwam de leiding van Rijkswaterstaat niet met de toestemmingsbrief over de brug. Men had net zeer dure en ingewikkelde beveiligingsapparatuur aangelegd en was bang voor grote schade. Na langdurig overleg op het allerhoogste niveau werd door de toenmalig minister van Rijkswaterstaat Tjerk Westerterp toestemming verleend tot het gebruik, dit echter onder voorwaarden. De TROS, zo werd vastgelegd, zou als eerste verantwoordelijke worden aangeklaagd bij eventuele schade. De NDR had voor de aflevering, die destijds een 500.000 gulden kostte, een verzekering afgesloten ter hoogte van 4 miljoen gulden. Voordat de opnamen tussen 22 juni en 16 juli werden gedraaid, waren er al tal van opnamen gemaakt in Hamburg, op Schiphol, in Soesterberg en in een nagebouwd politiebureau in Amsterdam. Denk nog even aan de D-Star-ronde vanavond vanaf 8:30 op de meeste D-Star-repeaters in Nederland en via de site van Frans PD4 Fox Mike Juliet op www.pd4fmj.nl en dan D-Star-player selecteren. In the beginning, there was silence. Then came ham radio. And there came the great exchange of ideas that led to many new inventions like the cell phone and communications that leads to lifelong friendships from down the street to around the world with millions of other amateur radio operators. And today's ham radio is the best source of backup communications during disasters or emergencies. Ham radio is alive and well. Find out more and get in on all the action. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.